vanaf ongeveer 40.000 euro. Wilt u het dubbele kwijt, dan gaat het ook lukken. Wat kost prettig wonen op je oude dag? We hebben net op hoofdlijn de mogelijkheden geschetst. Wat kost dat? Misschien is het goed om even onderscheid te maken tussen de twee situaties. Dat u de zorg thuis hebt en uit huis. Dus in die 24-uurs situatie. Als u de zorg thuis ontvangt of nodig heeft, ja, dat is lastig om daar concrete bedragen aan vast te plakken. Want dat wordt vaak opgelost deels met mantelzorg, hulp van de partner of van kinderen. Dat kost in principe niks. Er is ook professionele hulp. U kunt iemand inhuren om bijvoorbeeld met uw boodschappen te gaan doen. Of een nacht bij u te slapen, een nachtdienst. Bijvoorbeeld als u een medische behandeling heeft gehad in het ziekenhuis vindt het prettig als er toezicht is. Dat is individueel en van de situatie afhankelijk in hoeverre dat nodig is en dan ook wat dat kost. We kunnen concreter zijn als we kijken naar de situatie uit huis of 24 uur zorg nodig zijn. En dan hebben we drie mogelijkheden: het verzorgingshuis, de zorgvilla en zorg thuis. Ik noem eerst even de bedragen en dan licht ik ze vervolgens toe. Een verzorgingshuis kost maximaal 27.500 euro per jaar. Dat is de eigen bijdrage die u moet betalen voor de zorg die u daar ontvangt. En het wonen. Dat is maximaal. Dus als u als er geen vermogen is of een lager inkomen, dan betaalt u minder. Maar dat is het maximum en daar zit u best snel aan. Bij een spaargeld van 2,5 ton, dan zit je daar al aan. De zorgvilla is bereikbaar vanaf ongeveer 40.000 euro per jaar. Dus ongeveer 1.000 euro in de maand meer dan het reguliere verzorgingshuis is een zorgvilla bereikbaar. Er is overigens niet één zorgvilla, dat zijn allemaal ondernemers, die hebben allemaal een eigen aanbod. Dus je moet daar goed naar kijken, maar als ik het plat sla, vanaf ongeveer 40.000 euro, wilt u het dubbele kwijt, dan gaat het ook lukken. Want als u zegt, ik wil daar de bovenverdieping hebben, nou, dat zou vast kunnen, maar dan betaalt u natuurlijk meer. Zorg thuis, dat is bereikbaar vanaf, of dat kost 90.000 euro een ton per jaar. Als u 24 uur per dag geneeskundig personeel in huis heeft. Dus medisch gekwalificeerd personeel, 24 uur per dag. De netto kosten zijn dan ongeveer 90.000 tot 100.000 euro. Het is niet altijd noodzakelijk om medisch gekwalificeerd personeel te hebben. Ja, iemand die dementie heeft, die heeft toezicht nodig, die heeft niet zozeer medisch gekwalificeerd personeel nodig. Nou, dan kan het misschien wat goedkoper, maar dit is even als richtsnoer.